welkom terug bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en ik heb net lekker gedoucht. En ik ga jullie dit weekend een aantal dagen meenemen in een typisch weekend in mijn leven. Er staan leuke dingen op de planning. Zo komt er een vriendin van Annabel vandaag. Ik ga nu even snel mijn make-up afmaken en dan zien jullie mij wel weer als ik wat leuks te delen heb. Uit de stad, maar ik dacht ik ga nog wel even snel een kleine haul doen van wat ik heb gekocht daar. Ik ga beginnen met het topje die ik heb gekocht. Deze heb ik ook echt gelijk aangedaan in de stad, want het is zo'n lekker stofje. En ik vind hem echt mega cute. Hij heeft dus ook een open rug. Dus hier ben ik echt super blij bij. Hij was ook echt maar 11 euro of zo. Ik merk echt dat in Spanje alles wel een stuk goedkoper is dan in Nederland. Dat is echt super fijn voor de portemonnee. En om door te gaan op de panterprint trend, ja, ik heb ook een panterprint spijkerbroek. En dit zie ik dus overal Pinterest en op TikTok voorbij komen. En ik ben zo makkelijk influenced bij dat soort dingen. Dus deze heb ik meegenomen. Want ik had hem gepast. En hij zat gewoon zo leuk. En ik vind dit dus helemaal het. Want ik heb gewoon niet zoveel broeken die echt een leuk printje hebben. Ik heb gewoon allemaal spijkerbroeken en dat soort dingen. Ik dacht, ja, dit past ook wel in mijn kast. Verder heb ik ook dit mega schattige strikje meegenomen. Ik vind dit zo cute. En ik heb dus ook thuis gewoon lintjes die ik in mijn haar doe. Maar ik dacht, ja, met zo'n ding erachter, dat is wel natuurlijk 10 keer makkelijk. En deze heb ik al ingehad, dus vandaar dat er geen verpakking meer mee zit. En tot slot heb ik een bikini gekocht, want ik heb dus geen bikini meegenomen naar Spanje. Want ik dacht, ja, ik vind het ook wel leuk om dat gewoon daar te kopen. En ik had eerst natuurlijk gewoon niet locals in gedachten. Dat ik echt ergens een bikini zou kopen bij een local bedrijfje of zo. Maar ik heb deze gewoon van de poel weer. Ik vind roze gewoon een hele leuke kleur om te dragen. En het past gewoon goed bij mijn huidskleur en bij mijn haar. En dit printje vond ik dus ook heel erg cute. Dus dit is het topje. Is gewoon zo'n triangle topje. Dit model zit altijd gewoon het lekkerst. En het broekje is niet heel erg family friendly. Maar goed, hè. Hij is wel heel leuk. Maar dat heb ik vandaag allemaal geshopt en dat vond ik wel even leuk om aan jullie te laten zien. Dus bij deze mijn haul. We gaan nu nog even lekker chillen en vanavond gaan we lekker uit eten. Ik heb nu al zo'n sangria buil, ja. Voor nu dus even nog chillen en dan zie ik jullie vanavond weer. The girls are ready for dinner! Het is vandaag zondag. Ik heb lekker een koffietje gehaald en ook alweer een pistache croissant. Omdat ik ze gewoon zo lekker vind en ik heb er zin in en waarom niet. En ik zit nu lekker in een parkje, want Annabel die is nu op haar stage, want ze moet even art therapy vastleggen. Ik heb dus nu even een me-time momentje. Ik heb natuurlijk weer mijn journal meegenomen, want wie ben ik als ik in een parkje ga zitten en niet ga journalen. Vandaag gaan we wat meer sightseeing. We gaan helemaal naar het hoogste punt in Barcelona, helemaal bovenaan de berg. En daar is een soort mini pretparkachtig iets. We gaan daar even kijken. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. En hoe we daar überhaupt heen moeten komen. Dat wordt nog een heel avontuur. Volgens mij is het echt dik een uur reizen. Ik ben het hele weekend ook al het nieuwe album van Taylor Swift aan het luisteren. Het is gewoon een dubbel album. Dat had ik echt niet verwacht. Maar ik denk dat mijn favoriet Guilty as Sin is. Maar goed, ik ga nu eventjes luisteren naar het album. En ondertussen journalen. En gewoon hier lekker genieten van mijn pistache croissant. Waar ik echt zoveel zin in heb. Ja, gewoon even een rustige start aan de dag. En gaan we vanmiddag wat leuke dingen doen. En ik neem jullie gewoon weer mee. Helaas is er dit keer geen zonsondergang, maar goed, we gaan nu weer door naar de volgende shot. Zo ziet het leven eruit als een 19-jarige student op de zaal in Barcelona.
Zo dus. Maar je moet niet tegelijkertijd, want dan kan ik er niet langs. Oh, natuurlijk. Wacht, wacht. Oké, nu moet je wel hard gaan, hè? Pio Viefler. Oké, wacht. Drie, twee, maar dan niet één keer. Ja. Wacht. Nee, oh mijn god, nee. Snel, nee. Twee. Hij komt tegen jou aan. Ja. Doei, guys. See you tomorrow. Kusje. Het is vandaag dinsdag. Vandaag is het een hele speciale dag hier in Spanje. Het is namelijk de meest romantische dag van het jaar hier in Spanje. Het staat er helemaal onbekend dat de vrouw dan een roos geeft aan haar man en de man een boek. Nee, andersom. De man geeft een roos aan de vrouw en de vrouw geeft een boek aan de man. Dus overal op straat zijn allemaal kraampjes waar je rozen kan kopen, letterlijk om de 5 meter. Nou oké, 5 meter is wel overdreven. Ik ben er vandaag al zoveel tegengekomen, maar ik ben me nu weer even een beetje make-up aan het bijwerken. Ik heb de hele ochtend en middag thuis gehad. En dan ga ik zo Annabel en Fleur ergens meeten. En dan gaan we gewoon een beetje de stad kijken. Het is dus wel echt crazy druk natuurlijk. Dus dat wordt nog wat daar. Net zoals het zelfs aan het regenen. Gisteren was het de hele dag stromende stortregen. En sinds dat ik hier ben, het is nu mijn 3e week, heeft het gewoon niet geregend hier. Dus ik ben al helemaal gewend aan dit weer. En ik kreeg helemaal weer het gevoel van thuis zijn. Gewoon in Nederland. Dit is ook het meest typische shirt dat ik aan zou kunnen hebben vandaag. Zouden mensen denken dat ik een toerist ben? Tja. Maar goed, de hele stad is dus versierd met rozen. Dus ik ben super benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Tijd om mijn spullen te pakken en gaan met die banana. Dit is de fit. En nu ben ik onderweg. Deze heb ik gekregen van Mel. En deze is ik. Met een draakje. Tijd voor een self-care night. Een vitamine C masker. Nou, dat klinkt alleen maar goed. Dit is een... Annabel en ik organiseren dus om de week een date voor elkaar. Dus Annabel, deze week gelukt dat haar date op onze anniversary viel. Dat is natuurlijk perfecte timing. Dus we gingen vandaag naar het Moco Museum. Ja, dat was helemaal full circle voor ons. In 2020 zijn we er ook naar geweest. Als besties. Als besties. Nou ja, daarna gingen we naar huis en waren we helemaal, oh, dank je voor deze dag. Dat is echt ja. Healing. Ik was ook helemaal van, ja, ik heb mijn tijd niet meer zo gelukkig gevoeld. Nou, we waren gewoon stiekem verliefd op elkaar. Maar dat wisten we toch toen? Nee, we wisten nog lang niet. Als je erop terugkijkt, kon je wel een beetje de signalen zien. Maar goed, daarom was het wel echt schattig dat Annabel dit had gepland. In Amsterdam viel het echt vies tegen. Het was echt druk en het is daar in een soort huis. Maar hier in Barcelona... was hij wel groot, hè? Oh, maar het was heel gek, was het? Want ja, want we konden echt niet vinden waar we heen moesten. Het stond niet echt duidelijk aangegeven. Doe ik het goed? Maar daarna gingen we nog heel schattig, want Anna had 2 t-shirts gehad en verf. En dan gingen we zeg maar elkaar knuffelen met verf. Dat was ook echt leuk. Een leuk idee. Dat is ook nog leuk. Nee, het was wel schattig. Het was een heel leuk bedacht. Je had er wel goed over nagedacht, Anna. Dat vond ik heel leuk. Ik heb een hele enge foto gemaakt. Ga maar snel die camera uitzetten. Dit is ja, dat is wel een beetje fijn. Bedankt voor het kijken. Ik waardeer je nu altijd voor altijd meer dan wat dat ik waardeer jou meer dan je denkt. Goed zo.